Er is van alles aan de hand in Antwerpen. Wat is er nu precies aan het gebeuren? Wel, het OCMW en het stadsbestuur willen heel veel sociale werkinitiatieven op de markt gooien. Dus die willen vermarkten of tinderen, hè, met zo'n naam. En momenteel is er een concreet symbooldossier, De Vaart, het inloopcentrum. Dat zou uitgebouwd worden door G4S, de security firma. Ja, ze willen vanavond op de OCMW-raad ook doorduwen om hun gelijk te halen dat ze met G4S kunnen gaan onderhandelen. Dat is een ramp. Dat is een ramp. Ik kan dat zelfs niet beschrijven. Dat is, ons gasten die wenen daarvoor. Wij wenen daarvoor. Omdat dat gewoon... dat gaat om vertrouwen. Dat gaat om kennis die opgebouwd is. Dat gaat om opleiding die wij hebben gevolgd. Als je al die kennis en die expertise van al die jaren... Als je die vertrouwensband tegen met je gasten hebt. Als je dat wegveegt gewoon van tafel. Allee, ik wil niet weten hoe dat sociaal werkveld er over 5 jaar uitziet. Dus ze zijn al hun job kwijt. En is het belangrijk werk wat ze leveren? Ja, zeker weten. Die werken op een eigen manier. Maar dat is echt top. Echt waar. Zo goed gaat het nog niet vinden. Winstpakken op thuisloosheid. Sociaal werk is niet te koop. Winstpakken op thuisloosheid. Sociaal werk is niet te koop. Winstpakken op thuisloosheid. Kan er op die manier nog kwalitatieve zorg aangeboden worden? Wel, Sven denkt van niet. En ik denk wij allen hier denken van niet. Als jij enerzijds een expertise, waar er 18 jaar expertise al is, gaat afbouwen. En je gaat een nieuw bedrijf starten. Bovendien is het ook om winst te maken. Om winst te maken op daklozen, dat kan eigenlijk niet. Dus wij denken van niet. Wij denken echt niet dat er nu nog kwaliteit kan geboden worden. En dat dat ook een ideologische keuze is van het stadsbestuur en van de OCMW-raad. Van de schepen van NVA, van Duchateau. Wat dreigt er voor u te veranderen? Waar ben je bang voor? Dat GS Foudering komt en dat dat niet meer wordt gelijk ervoor. Dat is als een tweede thuis. Sowieso. Ja. Het zou jammer zijn als het zou veranderen dus. Ja, echt wel. Ja, echt wel. Ik heb heel veel verdriet, echt waar. Winstpakken op pas!